Een hele goede avond, wat fijn dat u er bent. Wat goed dat u zelf met theater verwendt. De allermooiste... De Theater in de Kamer organiseert 3 keer per jaar voorstellingen. Bijvoorbeeld cabaret, toneel of muziek in een intieme setting in de huiskamer. In een vaste groep. Wil je weten, wil je huilen misschien? Zak maar in stoel en blaas je laatste zorgen uit. Ik had me eigenlijk geen voorstelling gemaakt wat ik kon verwachten vanavond. Maar ik was aangenaam verrast door de diversiteit aan verschillende mensen die vanavond opgetreden hebben. En er zat zeker ook wel een aantal artiesten bij die mij zeer geboeid hebben. Het is nog lang geen morgen en vandaag is alles goed. Het gaat om hier. In de huiskamer is nog meer intimiteit en dat vind ik leuk. En je ziet de mensen echt ja, hopelijk schoot, genieten. Zeg maar. Ja. Het is natuurlijk ook heel confronterend, maar als ze het niet leuk vinden, dan zie je dat ook meteen. Maar dat hoop je dan maar niet. Maar ik vind het gezellig, want de mensen komen echt, dus kiezen ervoor. En dat maakt het nog meer speciaal. Ja, dit is heel puur, zonder opsmuk. En daar hou ik heel erg van. Ik ging eens autorijden en er liep op straat ineens een man. Ik dacht nog uitwijken of remmen. Maar het kwam er niet meer van. Roken is niet slim, mevrouw. En drinken even min, mevrouw. Theater in de Kamer is voor iedereen. Eigenlijk voor iedereen. Alleen je moet natuurlijk wel een beetje een huiskamer hebben. Maar er zijn 50 leden en er is 3 keer per jaar een optreden. Dus stel je vindt het wel heel leuk. En je hebt geen goede huiskamer, maakt helemaal niet uit. Want je bent misschien 1 keer in de 10 jaar aan de beurt voor je huiskamer. Nou ja, wie weet, over 10 jaar heb je wel... Ik word lelijk.